De vlammen slaan ons uit de nek hier tussen de yucca's en de agaves. We gaan zo dadelijk een mezcal-festival op geheel Rotterdamse ranzenflanse wijze emo meebeleven met de kerstverser mescalero David Trampen. Reuze benieuwd wat deze nieuwe Rotterdamse mezcal brengen zal. Dit is wat ik begrepen heb, allemaal opgezet, getaxidermeerd, dode dierenboling uit de diverse Nederlandse en Belgische Benelux dierentuinen. Er is dus niks zelf afgeschotens bij. This is how you do the ABV test in Mexico. So there is mezcal. Try this mezcal, there is water, there's chips, drink the water. Dishbe. 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 Mezcalero en David Trampen. Dat betekent dat je je gaat laten naturaliseren als Mexicaan? Nou, ik denk dat de voordelen die je hebt als Europeaan toch echt niet opwegen als de voordelen die je hebt als Mexicaan. Maar ik ga er regelmatig naartoe, ja. Ja, klopt. Mezcal, wat moeten we ermee aan met het hele geval? Je moet het lekker drinken, je moet vooral genieten van het product. Het is een mooi en heel ambachtelijk product, waar liefde, passie, traditie en authenticiteit voorop staat. En, maar je hebt wel spitsroeren moeten lopen, denk ik, bij de familie Cortés. Ja, ik heb zeker spitsroeren. Als je broers en zijn opa en zijn oma en niet meer. De grap is dat je in die zin niet spitsroede hoeft te lopen. Het is een heel spirituele spirit. De spirit zorgt ervoor dat great spirits samenkomen. En dat lijkt inderdaad het geval te zijn. En ik voel me niks meer dan... ik voel me superveel meer dan vereerd dat ik deze... Want je bent de eerste Europeaan. Ja, dat is sowieso de eerste Europeaan die het... Ranzenflans is de eerste Nederlander die een mezcal mag maken. Nou, er zijn wel mensen die mee mogen werken, maar dan mag je het niet verkopen. Er zijn ook geen mensen die het mogen in die zin... Je bent echt geprivilegeerd. Je bent uitverkoren. Ja, dit is heel bijzonder. Ja, ja, ja. Grote loopuitneus. Ja, ik ruik de kaarvers de Cortés. Als ik nou goed mag overdicht doen. Ik zie je uit de Que pasa? Maestro Distila, de meeste distillateur... Ja, ik twijfel, maar ik denk gewoon Jezus de Castillo. Ongetwijfeld. Ja, ik denk die agave geplukt op 800 of 900 vierkante hoogte, meter. Ja? Dus, maar welke ingrediënten? Extracte proeven erin door, Pomfloor. Ik denk niet al te veel jeneverbes. Volgens mij geen jeneverbes. En ik moet zeggen, hij klinkt goed. Hij klinkt goed. Ja. Gewonnen als mezcal girl. Oké, okay, het is ook maar 2 dagen. Ja of nee? Lekker. Vind je het lekker? Ja. Goed schoon te maken. Anders dan anders? Nou, het is gewoon toch het verhaal erachter. Dat maakt het toch... Niet te scherp? Wat meer, heerlijk. Ja, het is echt heel graag. Belt niet helemaal van binnenweg. Nee, ja. Ik loop er alleen voorbij. Ja. Hoe vind je broer op de achtergrond ervan? Je moet denk wel even goed, je zoutsuppletie weer even aan brengen. En aanbrengen. Cheerio. Ja. Dishbein. Kringle. Adiol. Die bekoren plomflooien. Of weten we nou al niet meer wat we naar binnen hebben staan tanken? Zeker. Plomflooien. Doe even. Wel thuis een houtpluis. Ja, jij ook. Als het wil, Lego kan Wil. Er weer. Oh, Wil is weg. Oké. Okay. Hoe is het wetten? Mucho feliz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes.